je opa beter naar mijn ogen kijken. Je bent beter in verstoppertje dan Angela. Maar alsjeblieft, blijf rustig. Waar kan ik het nummer vinden? Je kan alleen liken als je niet bang bent. Probeer het maar. Als je stiekem toch bang bent, lukt het je niet om te liken. Ik heb een berichtje gekregen en het was best wel eng. Was het je wiskundecijfer? Nee. Talking Tom schreef naar mij: Angela, Angela, Angela. Alleen maar Angela. Waarop ik zei: Wat bedoel je? Ik was een beetje bang. Angela bellen. Verstoppertje met Angela. Angela haar game. Wanneer ben ik aan de beurt? Begon al een beetje te snappen waar het over ging. Wat wil je dan dat ik doe? Zei ik tegen Tom. Je speelde de eerste Angela-app. Maar durf je ook de eerste Tom-app? Daar begon het allemaal mee. En toen realiseerde ik het mij. De allereerste Talking-app was van Tom. Dat is waar het mee begon. En daarna kwam Angela! Ja. Al dus, als we echt meer te weten willen komen over de bestuurder, degene in Angela haar ogen, noem het allemaal maar op, dan hebben we het begin van het verhaal nodig. Dat is misschien wel het ontbrekende puzzelstukje. Zijn we bezig met de puzzel? Begin met de hoekjes. Nee, Bob. Ik heb de app geïnstalleerd en ik ben er niet klaar voor. Bedoel je niet, ik ben er wel klaar voor? Nee, ik ben er niet klaar voor. Je bent bang, hè? Ja. Oh my gosh, Tom. Dat is niet netjes. Nou, het is in ieder geval een mooiere scheet dan die van Angela. Het gaat hier niet om scheten, Tom. Jawel, het gaat altijd om scheten. Oké, alleen volgens Bob dan. Tom, vertel mij eens. Waarom wou je dat ik met jou ging praten in jouw eerste app? Nou, laat ik het zo zeggen. Angela, Angela, Angela. Misschien moet je wat meer bij mij kijken. Om erachter te komen hoe het echt zit. Wow, hoe het echt zit? Wat bedoel je daarmee? Heb jij ook informatie? Geen idee. Misschien moet je ook wat beter naar mijn ogen kijken. Naar jouw ogen, oké. Tom, wat was dat in je oog? Ik zag denk ik iets bewegen. Oh, geen idee. Misschien het besturingsprogramma. Wacht, besturingsprogramma. Is dat een kleine hint naar waar ik zoek? Tom, kunnen we het een beetje serieus houden? Laten we spelen, maar je zei eerst iets over de bestuurder. Nee hoor, soms ben ik gewoon een beetje in de war. Je had toch verstoppertje met Angela gespeeld? Het zal wel. Ja, ik had inderdaad verstoppertje met Angela gespeeld. Hoezo? Nou, gewoon. Ik ben benieuwd of je mij kan vinden. Hoe bedoel je? Ik heb je toch al gevonden? Je zit in de app. Ik bedoel, in het echt. Bob, hoorde je dat? Ja, ik hoorde het! De ijskommand is buiten! Nee Bob, niet dat! Luister Tom, ik denk dat ik niet snap wat je bedoelt. Wat wil je nou zeggen? Gewoon dat je 10 seconden hebt om mij te vinden. Vinden? Au! Oké, ik ga al! Oh my gosh, Bob. Waar zou die verstopt zitten? Geen idee. Ik verstop altijd alles onder de toiletbril. Is dat waar mijn koekjes verstopt zijn? Oh my gosh. Bob, luister. 10 seconden is niet lang. Help me eens met... Bob, dat leek vanuit de kast te komen. Ja, hè? Nog maar een paar seconden. Ik denk dat ik weet waar Tom is. Luister, Tom. Je bent beter in verstoppertje dan Angela. Maar alsjeblieft, blijf rustig. Oh my gosh. Tom. Wat? Hoe kan? Wat is dat? Oh my gosh. Kellogg's, my favorite. Uit Amerika. En wat is dit? Cola in een pakje? Dit ding is een halve liter. Is dat een aardbeving? Nee, dat was een cola pakje. En wat is dat? Lijkt op een brief. Oké, als er iets is wat alle talking animals met elkaar gemeen hebben, dan is het dat... Ze van taco's houden? Nee, Bob. Dan is het dat ze houden van zingen. Wil je meer te weten komen over Angela en... de bestuurder? Vraag het dan door middel van muziek, zang. Ik hoop dat dit je helpt. Anoniem. Ooit was ik verliefd op een meisje op school en ik vroeg haar anoniem op een date. Daar gaat dit niet om. Door middel van muziek. Daarom zeg ik het woord muziek nooit. Tacos! Ik heb dit gekregen. Een halve liter cola in een pakje. Nooit eerder gezien. Net zoals je nog nooit eerder een voldoende verwiskunde hebt gezien. The Roast King is back. Maar zit er dan koolzuur in? Wat is koolzuur? Prik, Bob. Prik. Nee, het smaakt naar cola die te lang in de warmte heeft gestaan. Als ik te lang in de warmte sta, smelt ik. Maar op zich... het is een soort van te doen. Hiervoor heb ik licht nodig. Oh my gosh. Je merkt dat Tom love voor dieren heeft. Auw, mijn schouder. Zoveel kleurtjes. Laat in de comments weten. Wat eet jij het liefst als ontbijt? Ik eet het liefst... Nee, laat maar raden. Tacos. Nee. Nee? Wat dan? Taco ontbijt raden. Dit is amazing.
nee, we zijn niet uitgepraat. Nee, Tom, natuurlijk niet, want... Oh ja, het zingen. Zou je voor mij een liedje kunnen zingen? Alleen zonder licht kan ik dat. Bob, heb jij het licht uitgedaan? Nee, want de lichtknop is gemeen. Oké, Tommy, ga je gang. Zing iets. Er was ooit een kat en zijn naam was Tom. Hij hield van Angela, daar ging het om. Oh, wat een prachtig nummer, Tom. Alleen hij is niet af, denk ik, toch? Oké, nog een klein stukje. Angela was lief en altijd aardig. Maar toen het om haar ogen ging, een beetje kwaadaardig. Oh, wow. Wat bedoel je daarmee? Sorry, dit is Silver. De rest van de tekst ken ik niet meer. Dan moet je het hele liedje maar luisteren. Het hele liedje... Wow, wacht. Er is een heel nummer van wat je net zong? Ja. Oh, oké. Waar kan ik het nummer vinden? Wow, Tom, luister. Was dat het nummer? Yep, de achtergrondmuziek ervan. De achtergrondmuziek. Dus het is echt serieus gewoon een heel nummer. Ja, en als je het wilt horen, moet je... Luister, wat moet ik dan... De waarheid over Angela en haar nummer is alleen te achterhalen via Angela. En ik moet daar iets voor doen. Maar Tom die zegt me niet. Wat? Eindelijk, het lukt. Oké, dit is de app. Wil gewoon even kijken hoe het zit. Zodat we hem de volgende... Ik ga hem niet spelen de volgende keer. 30.000 likes en Job doet dat. Je leert dat nooit. Ik moet hierop klikken, staat er. En wat gebeurt er dan? Oh, we hebben hier... Wie is dat? Wow. Wat is dat? Oh my gosh, er zit iemand in die kooi. En... Wacht, wie heeft dat gedaan? Iemand zat in dat vliegtuigje, maar wie was dat? En wie zat er in de kooi? Dat leek Angela wel! Dat meen je niet. Oké, we kunnen in ieder geval iets bouwen. Oh, dat ben ik. Oh my gosh. Sunbeam Hank. Ultra Chest. Oké, ik geef mezelf 1 ronde. Puur om even te kijken hoe dit spel werkt. Oh my gosh, wat? De bad guy heeft Angela. Wacht eens even. Kan dat misschien een handlanger van... de bestuurder zijn? Ik bedoel, zie het zo. Er moet een moment zijn geweest waarop de bestuurder tot Angela heeft kunnen doordringen. En iemand moet Angela dus bij hem hebben gekregen. Alles valt op zijn plek. Dit is waarom Tom wil dat ik dit best wel leuke spel speel. By the way, ik heb ook mijn eigen app. De naam is Slimy. Je kunt het alleen downloaden als je een opperbaas bent. Dus als je het niet kan downloaden, dan... Sorry. Het is een spannend spel. Best wel lastig. Je bent een slime alien en je moet de wereld redden van kwade aliens. En beschimmelde tacos! Nee, Bob. De link staat boven in de beschrijving en je kunt mij zijn in het spel. Niet dat iemand dat wil. Alright. Oké, het ziet er maar uit. Wacht eens even. Wat nou als de bestuurder ook een dier is? Ik bedoel, check al deze schurken. Het zijn wasberen. En ik geloof zelfs dat de persoon die Angela in die kooi had ook een dier was. Ook een wasbeer. Oh my gosh, oké, ik moet dat muziekje horen. Misschien dat we in het muziekje wel te horen krijgen wat voor dier de bestuurder is. Zo kunnen we misschien achter zijn zwakke plek komen. En Angela redden. Nou, ik weet het niet hoor. Dat muziekje lijkt me geen verstandig idee. Ik ga alleen nog even door die muur heen. En ik denk dat we klaar zijn. Maar er zijn zoveel muntjes. Ik hou van muntjes. Ik ook, want je kunt er taak van halen. Stop. Oh my god, dit is echt een lastig spel. Ik heb 3000 punten en er zijn zo... Oh my... Bam! Zeg dat wel, bro. Oh, ben ik nou af? Oh! Ik heb geen idee wat ik doe, maar ik denk dat we de volgende keer verder moeten gaan, want ik heb iets heel, heel, heel belangrijks te doen. 2-1. Is dit heel belangrijk? Ja, Bob. Probeer jij dat liedje nou maar te krijgen. Oké. Adios.